Ik ben Loïc en ik ben zot van lokale producten. Ik ga op zoek naar top ingrediënten bij straffe producenten van bij ons. Frambozen. Ik heb er staan bij mijn oma, bij mijn mama. Ik heb dat altijd in de hof gehad. Zo vers van de struik. Keilekker. Maar hoe komt nu dat dat in de supermarkt zo duur is? Daarom ga ik vandaag op bezoek bij Bart in Vremde. Bart, ça va? Ja, alles goed, dat geloof ik. Zeg, frambozen, waarom is dat zo duur als je dat in de supermarkt koopt? Een framboos, dat is een heel tere vrucht. Dus die is heel gevoelig, die is heel snel gekwetst. Ja? En die blijft ook maar enkele dagen goed. Dus vanaf dat je hem van de struik plukt? Dan moet hem eigenlijk bijna in de winkel liggen en nog het liefst van al direct in je mond. Ja. En ter vergelijking, een appel bijvoorbeeld, als je een appel van een boom plukt, dat kun je... Dat kun je maanden bewaren. Ja, voilà. Terwijl een framboos, dan moet ze direct opstaan. Oké. Okay. Ja, ik vermoed dat er geen machines zijn om frambozen te plukken. Nee. Dat is allemaal handwerk. Allemaal handwerk. Ja, klopt. En daar kruipt wel veel tijd in. De frambozen moeten goed loskomen van de plant. Ja. Ze moeten stevig aanvoelen en nog dus niet te plat. Want als ze te plat aanvoelen, zijn ze eigenlijk al overrijp. Oké. Okay. En dat is dan niet meer lekker? Of? Dan is dat niet meer lekker. Okay. Nee. Is dat een plant met een hoog rendement? Ja, er komen heel wat vruchten aan. Het zijn heel kleine vruchten. En ze wegen weinig. Dus, terwijl 4 appels, dat is 1 kilo. Hoeveel zou er zijn? Een paar honderd. De zomer is gedaan. Hè. Je hebt hier nog keiveel frambozen. Leg dan een keer uit. Voilà, dus normaal, de meeste mensen kennen de zomerframboos. Deze zijn herfstframbozen. Dus die beginnen eigenlijk vruchten te geven in augustus en die gaan door tot als het vriest. Dus als je een plant hebt voor zomerframbozen en een plant voor herfstframbozen, kun je bijna een half jaar aan een stuk verse frambozen in je tuin stellen. Dan heb je frambozen van eind juni tot eind oktober. Ja. Ik zou niet voor u kunnen werken, Bart. Om de 2 frambozen heb ik er 5 op. Moet maar zo lekker niet zijn.